En welkom bij Noodzakelijk Online. Ik heb al een tijdje niks meer gepost en de afgelopen weken zijn voor mij echt een hel geweest. En daarover wil ik wat vertellen, want ik ben tot een paar nieuwe inzichten gekomen. En het gaat allemaal over energie. Mentale energie, om precies te zijn. Maar goed, laten we daarmee starten. Kijk, iedereen heeft een batterijtje. En als het goed is, ben je aan de ochtend ben je volledig opgeladen. Dag, gaat door, tuk. En na het einde van de avond stap je in bed, dan ben je moe, slaap je. En dan ga je de volgende dag ga je weer verder. En zo is het cirkeltje rond. Maar in mijn geval is dat batterijtje een beetje lek. Beetje goed lek. En naast dus dat ik al minder goed kan opladen, ontlaad ik ook nog eens heel veel sneller. Ik hoef op zich nog niet eens wat te doen en ik ben nog steeds aan het lekken. Dus dat gaat niet echt heel erg lekker. Maar en als ik dan wat doe, kost me dat verhoudingsgewijs nog veel meer moeite dan andere mensen dat doen. En dat wilde ik dus met een paar plaatjes in de achterkant, wilde ik dat dus een beetje laten zien hoe dat in zijn werk gaat en waarom ik zo afhankelijk ben van andere mensen om mij te helpen om zaken voor elkaar te krijgen. Voordat ik dat ga laten zien, wil ik toch wel eerst zeggen dat een van de realisaties die ik heb gedaan is dat de reden waarom ik mij gedraag zoals ik me gedraag, of doe zoals ik doe, is omdat ik moet leven naar mijn capaciteiten. Waarbij anderen hebben de luxe om te leven hoe ze willen, omdat capaciteit geen probleem bij hun is. Dat is gewoon, hè, dat is gewoon aanwezig. Voor hun is veel meer de motivatie, wil ik het maar een zoveel, wil ik het heel een klein beetje meer of wil ik het heel veel. Maar bij capaciteit heb je gewoon een vaste hoeveelheid. En als dat voor jou maar maximaal daar is, dan is dat gewoon een hard cap. Net zoals mijn lengte. Ik ben 1,83 meter. En ik word niet langer dan dit. Je kunt wel zeggen van, ja Robert, je moet 2 meter worden. Ja, hoe dan? Als in, je kunt mij niet gaan uitrekken, want dan breek ik mijn nek. Dus capaciteit is een vrij harde limiet. Je zou misschien met een beetje educatie kun je het misschien nog een beetje oprekken, maar dat is maar een klein beetje. Motivatie daarentegen is wel heel erg vloeiend. Is net als water. En capaciteit is dus zoals steen. Wordt niet groter, je kunt niet inkrimpen, je kunt niet groter maken. En ja, water is gewoon van, je vult iets erbij aan en dan ploep, 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 wordt het meer. Je giet het eruit en dan ploep, 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 gaat weer minder. Simpel, toch? Nou, goed. Met dat uit de weg, met dat gegeven moet ik dus leven. En laten we even dit stukje aan deze kant, laten we dat nog even vergeten. Laten we eerst even kijken naar wat er in dit hokje staat. Willen, kunnen, mogen. En in mijn geval is willen krijgt een 11 uit van de 10. Waarom? Omdat ik weet dat ik achterloop. Ik weet dat ik wat dingen voor elkaar moet krijgen en wil krijgen. En ik ook heel erg gedreven ben om dat voor elkaar te krijgen, omdat ik gewoon niet graag achter wil lopen. Dus mijn bereidwilligheid om iets voor elkaar te krijgen, plus dat ik heel rustig word als dingen afkomen, zorgt ervoor dat iets bij mij willen is. Ik geloof ook echt in het principe, als je iets vandaag af kunt krijgen, moet je het vandaag afkrijgen. Daar ben ik echt van. Niet uitstellen tot morgen. Van uitstel komt afstel. Dat is echt mijn opvatting. Maar mijn kunnen krijgt een 2 van de 10. Omdat ik ja, een heel lage threshold heb van belastbaarheid. En ik ook nog eens, naast een lage threshold, ook nog eens energie lek. Dus als een ander tot 100% opgeladen kan zijn, kan ik misschien maar tot 20% opgeladen zijn. En ik raak dan ook nog eens gewoon van wakker zijn meer energie kwijt.
hè, iemand zonder autisme bijvoorbeeld, die raakt maar 1% per uur kwijt van alleen maar wakker zijn. En ik raak misschien wel 5% kwijt per uur. Gewoon voor alleen wakker zijn. Dus dat probleem heb ik dan. En er komt ook nog eens bij dat als ik dingen ga doen, het bij mij nog veel sneller gaat. Dus voordat ik überhaupt nog bij de taak ben, ben ik al moe. En dat is dus mijn kunnen. Die is niet zo best. Dan komt mijn mogen. Doordat je capaciteit niet zo groot is, de wereld is heel erg gebouwd op hoe groter jouw capaciteit, hoe meer jij ook mag. Dat klinkt misschien heel gek, maar als jij namelijk de capaciteit hebt om te kunnen studeren bijvoorbeeld, en je hebt diploma's, en je hebt werk, en je komt bij dingen binnen, en je krijgt dingen af, je krijgt dingen voor elkaar, je boekt resultaat, mensen mogen je, je wordt gezien en mensen zien jou, je regelt wat voor de ander, bereidwillig, bladibla, je werkt jezelf op, omhoog op de maatschappelijke ladder, en door dat ben je in staat, door jouw kunnen, en daardoor mag je uiteindelijk meer. Maar het omgekeerde is ook waar. Als jij niet zoveel kan, als je capaciteit niet groot is, dan wordt het ook snel gekoppeld aan dat je dan niet zo heel veel mag. En je wordt dan beperkt. Ik wil niet zeggen dat ik mezelf in de boeien voel zitten, maar op zich wel mijn pinkjes zitten vast. En ja, ik kan dan nog steeds misschien wel iets, maar los, je handen los hebben is nog altijd beter. Maakt niet uit of het zo is of zo is. Dan snap je? Nou, dan moet je gewoon maar snappen. Dus dat. En bij mensen zonder autisme, of bezig bij mensen die geen Robert heten, is dit precies andersom. Bij hun is juist hun willen is doorgaans, ja, nou ligt ergens tussen de 2 en de 5 punten. Maar hun kunnen en mogen krijgen wel zeker 8 of 9 punten van de 10. Precies omgedraaid. Grappig, hè? En dat brengt me dan ook bij dit tweede gedeelte van dit verhaal hier. Is dat doordat mijn batterijtje lekt, ben ik dus doorgaans vaak niet zo vrolijk. Omdat ik moe ben, omdat ik pijn heb. En omdat er heel veel shitzooi is, dat nog gewoon niet af is. En mensen, we leven in een land waarbij we hebben besloten, zonder op zich mijn toestemming of mijn, er is mij ook nooit wat gevraagd, dat je het alsmaar zelf moet doen. Je moet alles zelf doen. Hè? Maar hoe doe je dat nou als je een zwakke batterij hebt? Hoe doe je dat nou als je ook nog eens energie lekt? Dan wordt dat wel heel erg pittig. En dan kom ik dus niet zo verder. Dus ik moet mij vaak omringen met mensen die juist een volle batterij hebben. Die gewoon standaard vrolijk en gelukkig zijn en dingen voor elkaar hebben. En de capaciteit hebben en ruimte om een ander te helpen. Zij zijn de mensen die in staat zijn om wat meer te geven dan te nemen. En ik ben helaas iemand die wat meer moet nemen dan kan geven. Al zou ik dat heel graag anders willen zien. Maar weet je, ik word belemmerd. Als mijn batterijtje dit was, zou ik ook wel veel meer zelf regelen en doen. Maar mijn batterijtje is gewoon dit. Dus ik kan gewoon niet zoveel anders. En dat brengt me dan ook bij het laatste onderdeel, is van hoe de maatschappij is ingesteld en hoe mensen in het algemeen zijn. Is het leven gewoon altijd een hele grote zoektocht. En mensen die dat leuk vinden, die totaal niet zo van structuur houden of die misschien er wel een beetje mee overweg kunnen. Maar hè, zoeken is leuk. Informatie absorberen, het verwerken, het proces en alles. Die dit leuk vinden, dat hele achtbaantje met verschillende kleurtjes en alle paardjes, om uiteindelijk daar ergens uit te komen. Ja, dan snap ik het wel dat als de wereld zo is ingesteld in alle systemen, dat mensen die dit kunnen volhouden en et cetera, die vinden het niet erg. Die worden hier gewoon gelukkig van. Maar ik ben eigenlijk al het moment dat ik al hier sta en ik al 1 stapje heb gezet, ben ik al moe. En dan moet ik nog de hele reis maken. En dat houdt dus gewoon niet vol. En doordat ik nu ouder word, ik ben 28 nu,
merk ik gewoon van jongens, er worden een aantal dingen van mij verwacht. Ik begin op een punt aan te komen dat ik wat mensen in mijn omgeving heb die bijvoorbeeld binnenkort ouders worden. En er was een knap stuk verantwoordelijk roepen op een gegeven moment. En er wordt gewoon wat van jou verwacht. En dat moet ook wel, want hè, je moet als volwassene jezelf kunnen bedruipen. Je hebt een beetje een voorbeeldfunctie. En als je daar niet aan kan voldoen, ja, dan heb je gewoon best wel een groot probleem. Maar als de wereld en gewoon de mensheid van hoe we van nature met elkaar communiceren en dingen bewerkstelligen en als dat altijd maar indirect gaat, dan ben ik eigenlijk al permanent af. Want ik kan gewoon daar niet aan voldoen, want zo ben ik gewoon niet gebouwd. En ik heb gewoon dus, weet je, ik kan gewoon het leven niet veranderen, ik kan de mensheid niet veranderen, maar ik kan ook mijzelf niet veranderen. En daarom moet er dus een soort van vertaler tussen zitten. Daarom heb ik zo'n groot beroep op dat ik op anderen moet doen om dingen voor elkaar te krijgen. En dat heeft niks met mijn wilskracht te maken, maar echt alles met mijn onvermogen. Dat als de wereld dit is, dan heb ik iemand zoals deze nodig die dit hele traject kan doen. En pas wanneer die daar is, aan mij terugkoppelt van hey, ik heb het bereikt, dit en dit, dit is het verhaal. En klaar. Zodat dit hele stuk hier wordt mij dan bespaard gebleven. En alleen dan, op die manier, kan ik wel, nou ja, voor zover ik dat kan noemen, mijn draai kan vinden in de maatschappij, in het leven, en mezelf staande te houden. Maar als dit niet, deze voorwaarden niet, aan wordt voldaan bij mij, ja, weet je, als ik moe ben, dan val ik gewoon om, hè. Moet je maar eens proberen. Als je eens een keer wilt zien hoe het is om vermoeid te zijn, blijf maar eens ruim 48 uur achter elkaar wakker. Maar zonder energiedrankjes en dergelijke, hè. Zonder energiedrankjes. Blijf maar eens 48 uur achter elkaar wakker. En ga op dat moment, na die 48 uur, moet je een volle dag werken. En dat bedoel ik ook echt scherp blijven, hè? Dus in de auto zitten, naar je werk. Je mag geen ongeluk veroorzaken. Je moet je werk gewoon goed uitvoeren. Je moet scherp blijven, gezellig blijven, leuk blijven. Nadat je 48 uur geen slaap hebt gehad. Je mag geen drugs innemen, geen alcohol of petmiddelen, energiedrankjes gebruiken om jezelf wakker te houden. En dan ben ik heel erg benieuwd of jullie, hè, mensen zonder autisme, nog net zo mooi deze kringel rond willen draaien, kunnen gaan of niet. Maar als je dat hebt, als je zo voelt, hè, dat je na 48 uur niet geslapen, nou dan nog op je top weet te presteren, dat is nou precies hoe ik mij dagelijks voel en waarom ik gewoon niet verder kom en dus bij zulke mensen moet uitreiken. Dit wilde ik toch even gezegd hebben. Ik weet niet of mensen er wat mee kunnen. Ik hoop het wel, gewoon in het kader van dat mensen mij beter leren kennen. En dat dit gewoon de reden is waarom ik, ja, zoveel hulp nodig heb van anderen. Enfin, hartelijk dank voor het kijken van deze video. En het gaat jullie goed. En tot de volgende keer, hè. Houdoe!